GoSharing start met het aanbieden van elektrische deelauto's. ROC Mondriaan uit Den Haag en MBO Bonaire gaan een scholenband aan. En Fred van Tricht wordt de nieuwe voorzitter van Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland. En COVID-19 update, 1365 besmettingen in de regio. Goeiedag. Dit is RegioNieuws TV van 2 december 2021. Het deelbrommelbedrijf GoSharing gaat ook elektrische deelauto's en fietsen verhuren. Het bedrijf begint met 30 elektrische deelauto's, onder meer in Delft en Den Haag. De auto's krijgen vaste laadplekken in parkeergarages. Ook wordt er naast elektrische brommers en auto's deelfietsen aangeboden in Den Haag. De deelauto's zijn elektrische minis. Je kunt ermee zo'n 234 kilometer rijden en ze zijn binnen 35 minuten bijna vol opgeladen met een snellader. ROC Mondriaan en scholengemeenschap Bonaire ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst waarin ze afspreken nauw samen te werken om het beroepsonderwijs op Bonaire te versterken. De ondertekening vormt de officiële start van de scholenband. Ze wisselen al 2 jaar informatie uit op het terrein van MBO-ICT en begeleiding van stagiaires. Het doel is om de samenwerking uit te bouwen naar de sectoren techniek, hospitality en zakelijke dienstverlening. Door kennis en ervaringen uit te wisselen leren partijen van elkaar. Het gaat om de uitwisseling van lesmethodes en materialen, het beschikbaar stellen van online lessen en het delen van kennis over leerlingvolgsystemen. Burgemeester Fred van Tricht van Zoeterwoude is voorzitter geworden van het platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland. Hij volgt daarmee Frans Buizert op. De leden van het platform verwachten dat van Tricht dankzij zijn bestuurlijke ervaring en betrokkenheid veel voor het erfgoedplatform kan betekenen. Het platform is in 2008 opgericht. Leden informeren en adviseren elkaar over bijvoorbeeld restauratie, herbestemming en het ontwikkelen van een kerkenvisie. Doel is, ondanks het feit dat veel kerkgebouwen dreigen te sluiten, ze toch te behouden en misschien een andere bestemming te geven. Van Tricht is sinds ruim een jaar burgemeester van Zoeterwoude en was daarvoor wethouder in Hillegom. En dan nog de coronacijfers voor vandaag. Het RIVM meldt wederom een flinke stijging. Totaal zijn er nu 1365 besmettingen. Midden-Delfland en Westland hebben relatief gezien de hoogste aantal besmettingen op de regio. Op de overzichtskaart ziet u de situatie in uw eigen gemeente. Tot zover het journaal voor vandaag. Heeft u nieuws voor ons? Laat het ons weten. Maak foto's en video's met uw smartphone van bijzondere gebeurtenissen en stuur ze naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp kan natuurlijk ook. Het nummer daarvan is 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.